Vlammende pijpen en brullende motoren in de IJsselhallen in Zwolle. De 29e editie van de Salland Olie Indoor Tractor Pooling trok weer duizenden toeschouwers uit binnen- en buitenland. Wat vindt u ervan? Ik vind het een geweldige show. Spektakel. We zijn gek voor trekkers, dus we gaan eigenlijk ook elke keer naar trekker toe. We missen eigenlijk geen wedstrijd. Het geweld, de prestaties van de tractoren, het is prachtig om te doen. En ik kreeg zelf ook regelmatig. Dus ja, je erop zit, dat is niet te beschrijven dat er gebeurt. Je bent geboren met diesel in de aderen, of hoe moet ik het zien? Nou, geen diesel, maar dat niet hoor. Brandstof in de aderen? Ja, dat wel, ja. Kerosine? Nee, geen kerosine, nee. Nitro. De winnaar in de klasse 3,5 ton was Green Spirit. Hoe krijg je die machine nou zo mooi afgesteld dat hij zoveel kracht kan ontwikkelen? Ja, jaren ervaring en alles uitproberen. Dus. Zoals wat dan? Wat doen jullie allemaal om uit te proberen dan? Ja, weg te verlengen, banden, spanning, alles veranderen. Nou, kijk naar wat voor ballen heb je en dat leg je. Elke band is anders. Dus, en dat is allemaal op gewicht. Zo weinig mogelijk gewicht erin. Allemaal uitgekiend. Op het einde zit er niet veel methanol meer in. Dus. Dat is helemaal leeg bijna, dat denk ik. Ja, bijna leeg, ja. Ja. Green Spirit is trouwens niet zo goed voor het milieu als de naam in de eerste instantie zou vermoeden. Op volle kracht verstookt de motor 45 liter brandstof en komt dan maximaal 100 meter ver. Het Lambada-team uit Zwolle verscheen niet aan de start. Helaas doen we vandaag niet mee, omdat we nieuw aan het bouwen zijn. Een nieuwe geraamte, een chassis. En die moet voor de buitenwedstrijd in april klaar zijn. Dus vandaar dat we onze thuiswedstrijd moeten missen.